Sven en Jannes, jullie verliezen deze eerste wedstrijd van een topteam uit Oostenrijk. Sven, om bij jou te beginnen. Waren ze vandaag gewoon een maatje te groot voor jullie? Ja, uiteindelijk wel. Het was best een ruime score. Ook al begonnen we heel sterk. We hadden een goed plan. En met de aanmoediging van een fantastisch publiek kregen we aan het begin even vleugels. Alleen kon helaas net niet doorzetten. Gingen wat meer foutjes maken en wordt het genadeloos afgestraft tegen een vieze wereldkampioen. Maar goed, geeft wel een goed gevoel voor de volgende wedstrijd. Dus dan gaan we er weer tegenaan. Wat was dat plan, als ik vragen mag? Ja, we hebben veel wedstrijden van hen teruggekeken en ze hebben allemaal, iedere speler heeft zijn voorkeuren. Die wisten we en daar konden we op het begin meteen goed op inspelen. Verdedig je een paar ballen, maken we goed af. En dat is op die manier probeer je dat te doen. Hoe zit het dan nu, Jannes? Ga je met een ziek gevoel hier van het veld af of gewoon met een opgeheven hoofd tegen een goede tegenstander? Ja, met een wisselend gevoel. Je begint fantastisch aan de wedstrijd. Je hebt alle reden om goed tegen die gasten dat je gewoon misschien wel een setje kan pakken. En ja, we laten het gewoon zelf eigenlijk liggen. En dat is dan het meest zure natuurlijk ervan. En ja, ze zijn gewoon heel goed. En met ons foutjes kom je daar gewoon niet meer weg. En dan zie je dat ze terecht winnen. Maar om de fans even gerust te stellen, dit was toch wel op afstand de beste ploeg waar jullie tegen moeten in de komende dagen? Ja, ze zijn een top 8 team. Ze zijn als eerste geplaatst in onze pool. We krijgen nu nog Polen als tweede en Rusland als derde. En daar hebben we zeker ook kansen tegen. En we hadden natuurlijk heel graag een vliegende start gehad en meteen een van de favorieten een tikje gegeven. Maar zat er vandaag helaas niet in. Sven, van jou weet ik dat je eerder grotere toernooien in ons land hebt gespeeld. Hoe is dat voor jou, Jannes? Nou ja, wij zijn natuurlijk een samenwerking aangegaan 2 jaar geleden. En eigenlijk sindsdien, onder zijn ervaring, leer ik een beetje de grote wedstrijden spelen. En nu, je ziet dat ik die ervaring, dat ik veel minder onder de indruk sta van het publiek. En dat dat wel meehelpt, bijvoorbeeld. Wat vond je van de ambiance hier zo in Rotterdam, naast die grote boot? Ja, het is natuurlijk fantastisch dat er een bus vol met supporters wordt geregeld. Ze gaan nu allemaal op het veld komen om nog even een fotootje te maken. Maar ja, het is natuurlijk heel mooi als iedereen in het oranje en dat je zag bijna geen andere soort kledingstukken ertussen zitten. En dat maakt het des te mooier om hier te spelen. Jij hebt hier 1 keer gekeken. Hoe was het nu om daadwerkelijk hier op het zand te staan in Rotterdam? Ja, genieten. Heerlijk Center Court. Hele mooie locatie natuurlijk met de boot ernaast. En het is genieten. We kijken uit naar de volgende 2 wedstrijden. Dinsdag en donderdag mogen we nog een keer. En dan gaan we er weer vol tegenaan. Als er zo'n oranje zee achter je staat, kan je dan wat meer dan in andere wedstrijden? Of hoe zit dat? Nou, je voelt de vermoeidheid minder. Dat helpt enorm natuurlijk. Je hebt echt het idee dat je ook hoger kan springen bijvoorbeeld. Je merkt gewoon dat je gewoon geen last hebt van dingen waar je normaal wel last van gaat krijgen in de wedstrijd. En dat de adrenaline gewoon zo hoog zit dan dat je echt het idee hebt dat je alles kan.